Welkom, lieve aardetekens. Vandaag de Angel Answers en de Rider-Waite Tarot. We gaan kijken wat het meest belangrijkste is op dit moment voor de aardetekens. Eerst de overall energie. Dus wat is voor alle aardetekens op dit moment van belang? En vervolgens individueel. Dus dan gaan we echt kijken specifiek voor de steenbok, de stier en de maagd. Wat mogen wij weten, spirits in guides, voor alle luchttekens? Waar krijgen zij deze week met z'n allen mee te maken? Binnen enkele maanden. Oké. Binnen enkele maanden staat er wat te gebeuren. Komt er verandering? Wat mogen wij weten over binnen enkele maanden? Voor alle aardetekens. Binnen enkele maanden. Komt de waarheid boven water met betrekking tot een conflict? Of met betrekking tot iets moeilijks, competitie, een conflict. Kan zijn dat dat zich gaat uiten binnen het werk voor sommigen, voor anderen binnen een praktijk of binnen een huwelijk, waarbij dus een derde partij aanwezig is. Allemaal verschillend. En jij hebt dan zoiets van, ja, moet ik hier nog in meegaan? Moet ik nog voor dit bedrijf blijven werken? Moet ik hier nog loyaal aan blijven? Ik denk dat je daar weinig voor voelt. Dus dat is de situatie. Overal. Wat mogen wij weten voor de steenbokken met within the next few months? Dan zal jouw gezondheid verbeteren. Verbetert die? Ik krijg verslechteren door. De komende maanden gaat jouw gezondheid verslechteren. Ja, die komt bijna tot stilstand. Oké. Het was verbeterd, maar het wordt een halt toegeroepen. Waar komt dat door? Omdat omdat je nog meer aan je gezondheid moet werken. Je moet meer in beweging. Je moet meer. Voor sommigen is het je medicijnen slikken. Voor anderen moet je meer bloedverdunners nemen. Voor volgende is het een gezondere levenshouding. Geen alcohol drinken. Dus let daarop. Jouw gezondheid komt tot stilstand. Je weet wat de mogelijkheden zijn. Je weet dat je het kunt verbeteren. Je weet dat je eraan kunt werken de komende maanden. Dus nu je dit weet, neem dit dan ook ten harte met de dwaas. En met die wetenschap ga daar dan ook mee aan de gang. He, dit staat voor, je weet waar je aan moet werken, je hebt de kennis, je hebt de know-how, je hebt de inzichten, je bent intelligent, dus ga daar aan werken. Hier, ga daar aan werken. Je weet van wat je moet doen, wat je te doen staat, dus ga daar dan ook mee aan de slag. Wat mogen wij weten voor de stieren met betrekking tot de komende paar maanden? De komende paar maanden. Binnen de komende paar maanden zal de situatie verbeteren voor de stier. Kan zijn dat je een tegenvaller hebt op het werk of binnen de liefde. Maar het karmisch oordeel ligt hier. Kan zijn dat je gaat zien dat de toekomst positiever is. Dat je dus terug contact krijgt met iemand. Of dat
er een samenwerking plaatsvindt, of dat de situatie op je werk verbeterd gaat worden, of juist gaat dat er na een verslechtering nu een verbetering in zit. In ieder geval heb jij weer die positieve vibe om hierin te blijven investeren. En dan komt er een doorbraak. Mag ik weten, de toren? De doorbraak heeft te maken met het feit dat jij het idee had van dat je met lege handen stond of dat je niks aan de situatie kon veranderen. Met betrekking tot een tot een situatie wat met een bepaalde vriendschap te maken had. Het kan ook zijn dat je met vrienden samenwerkt. Maar het wiel gaat veranderen en er komt een nieuwe mogelijkheid. Dus het ziet er heel goed uit voor jullie. Wat mogen wij nog weten voor de maagden? Voor de komende paar maanden. Voor de maagd. Komende paar maanden. De komende paar maanden. Binnen de komende paar maanden is het goed om te mediteren, zodat je meer antwoorden krijgt, zodat je meer inzichten krijgt over een bepaalde situatie. Waar gaat het over? Het gaat over balans, stabiliteit. Ga ik nog wel langer in deze connectie als het gaat om je werk, ga ik hier nog langer in investeren, een hobby? Het is goed om, als er een nieuwe optie komt of een nieuwe mogelijkheid, om dat te heroverwegen. Dus ga ik nog in mijn oude job verder als er een nieuwe job aankomt? Ga ik nog in deze situatie, deze liefdessituatie investeren als ik zie dat ik me aangetrokken voel tot iemand anders en die persoon mogelijk meer kan bieden? Dat die aanbod aantrekkelijker is. Ik denk dat je je aangetrokken voelt tot iemand die heel zelfverzekerd is. Iemand waar jij, die jij al kent uit het verleden. Iemand die jij teleurgesteld hebt. Iemand die heel vrij gevochten is. Iemand die financieel onafhankelijk is. En ik denk dat jij die kant uit wil gaan. Dus ik denk dat jij nu nog niet weet hoe of wat. Maar tegen die tijd, over een paar maanden, weet jij het wel. En mogelijk dat als je in gebed gaat of in meditatie, dat je dus duidelijk krijgt van hoe je het handen en voeten kunt geven. Dat nieuwe aanbod, die aas van munten, hoe je dat dan kan gaan aanpakken. Dat is wat hier ligt. Wat voor advies hebben wij voor de steenbokken met betrekking tot die gezondheid die in eerste instantie gaat stagneren? Maar dat gebeurt omdat jij dus niet goed let op dat je misschien je medicijnen niet inneemt. Omdat jij mogelijk andere dingen doet die niet zo goed zijn. Wat mogen wij weten? Wat is het advies over die gezondheid? Voor de steenbok binnen enkele maanden. Dat je uiteindelijk toch een goede balans weet te behouden. Dat er een compromis komt. Dus hier ga je wel uit raken. Dus dat ziet er goed uit. Wat mogen wij weten voor de stieren, waarbij de situatie dus gaat verbeteren, al dan niet op het werk of binnen een relatie. Wat in eerste instantie niet zo goed gaat, maar vervolgens toch een nieuwe kans of een nieuwe mogelijkheid op het pad komt. Wat is het advies voor de stier? Om er toch niet voor te gaan. Het kan zijn bijvoorbeeld dat jij iemand hebt ontmoet. En die persoon die geeft jou een goed gevoel. Daar heb je fijn mee samengewerkt of daar heb jij fijn online gesprekken mee gehad.
En dan ineens dan hoor je niks en zie je niks meer. En dan komt die persoon terug. Hè, met een plausibel verhaal. Ze willen graag toch weer dat je ze een kans geeft. Doe het dan niet. Of als jij met een aantal collega's, wat inmiddels goede vrienden van je geworden zijn, als je daar een eigen zaak mee hebt en er is op de een of andere manier een conflict geweest over, nou ja, noem maar op, kan van alles zijn. En zij bieden dus hun excuses aan en ze geven ook aan van hoe ze de situatie eventueel kunnen verbeteren, dat ze het nu anders zien. Doe het niet, want dan komt waarschijnlijk, ondanks dat er nu een verbetering optreedt, het is wel een les geweest. Je hebt gezien dat een masker in een bepaalde situatie afging. Laat dat dan ook voor jou een waarschuwing zijn en ga dan niet terug in zee met deze persoon of op het werk. Maak betere, gezonde keuzes. Wat mogen wij nog weten als advies voor de maagden? Dat meditatie jouw hulp biedt als jij toch voor een vuurteken wil gaan. Dan moet je in eerste instantie deze persoon wel vergeven. Het kan zijn dat of deze persoon moet jou vergeven. Het kan zijn dat er veel gebeurd is. Het kan zijn dat jij voor iemand anders gekozen hebt over deze persoon. Dus geef ruimte of doe zelf deze persoon vergeven. Dankjewel voor het kijken. Veel liefde en licht. Namaste.